Martin Eken, portofoon alstublieft. De boksen worden geladen. Nog 5 paarden buiten de box. Rodin komt voorwaarts.
De laatste komt eraan, Darum. Moet de plaats nog innemen. En dat gaat gebeuren. Start op het rostrum. Stand by. Oh. Valse start. Deelnemers, dit is een valse start. Deelnemers, inhouden. Valse start. Eén van de startboxen ging eerder open dan de rest. En dat noopte de starter tot het geven van een valse start. Paarden gaan opnieuw plaatsnemen in de startboxen.
Het gaat weer vrij vlot. De laatste paarden komen voorwaarts. Lesma Carabia neemt plaats. En is de laatste. Standby. En het gaat weer mis. Het gaat weer mis. Valse start. Vele start. Valse start. Dames en heren, de startboxen zijn defect en de starter gaat de deelnemers op de vlag starten. Flag start, start op de vlag. De startboxen worden verwijderd. We gaan dus starten op de vlag. Paarden komen op lijn. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart voor de Wattbaas Stud Farm Cup. En het is na de start aan de leiding Sivan OA. Die heeft een lengtevoorsprong genomen op Darum. Aan de buitenzijde komt Rodan, dan Raya C. En die wordt gevolgd door de nummer 8, Barik Dasloer. En zo gaan de paarden de Klingendaalbocht in. Kijk even naar het gebeuren in Midveld. En daar zien we aan de buitenzijde opkomen dat
Even kijken, dat is een van de andere deelnemers. En dat is Karin Brefka met Robbie de First. En de paarden zijn aan de overzijde van de baan. En Chivan OA leidt nog steeds. Roda op de tweede plaats. Daarachter volgt Dermas derde, Raya C. Daarachter volgt dan Robbie de First. En die wordt gevolgd door Nesma Cardabia. En achter Nesma Cardabia hebben we aan de buitenzijde dan Mouvaz DA. En achter Mouvaz DA volgt dan het nummer 8 van Barik Dasloer. En zo komen de paarden einde overzijde. Verder weg in het veld dan Petrushka. En die wordt gevolgd door Bayan Cardabia. En aan de start van het veld hebben we dan Barut Nuba. Deelnemers gaan de laatste bocht in. En bij het indraaien van de bocht is de leiding nog altijd van, voor Chivan OA. Roda op de tweede plaats. Die is dichtbij en die gaat de aanval lopen op Chivan OA. Als de paarden halverwege de bocht komen. Op de derde plaats erachter Raya C. Deze worden gevolgd door Darum. En daarachter volgt Nesma Cardabia. Zo komen de paarden richting laatste rechte lijn. Hebben nog 600 meter af te leggen in de Bad Basstad Farm Cup. En in de laatste rechte lijn aangekomen is het Chivan OA onder druk van Roda. Zo komen ze dan de laatste 500 meter in, de laatste 400 meter zelfs. Chivan OA die is weer aangetrokken, Roda op de tweede plaats. Daarachter op de derde plaats Raya C. Aan de buitenzijde komt naar voren Barik Dasloer. En zo zijn we dan in de laatste 300 meter. En Chivan OA, Petrushka die ziet daglicht en komt naar voren in de paarse kleuren. Chivan OA met Petrushka. En daar komt aan de buitenzijde ook naar voren Mouvaz DA. We zijn in de laatste meters. Petrushka die claimt de leiding en gaat de koers winnen. Op de tweede plaats Chivan OA. Daarachter op de derde plaats dan Mouvaz DA. Nou ja, na een bewogen start, stukje vertraagd en met twee vervelende foute starts. Je ziet dat je dan een hele andere uitslag kan krijgen. Sommige paarden die hebben daar baat bij en andere absoluut niet. Ik loop nu naar de trainster van het paard dat de winnaar is van deze koers, Diana Dorenberg. Van harte gefeliciteerd, Diana. Dankjewel. Had je dit verwacht? Niet raak verwacht, maar wel als we in de eerste drie zou zitten, dat wel. Denk je dat je hier voordeel bij had wat er nu gebeurde, of zou die anders ook derde zijn? Of zou die anders ook zijn gewonnen? Ja, dat weet niemand. Ik dacht eerst dat ze een beetje drukker zou worden ervan, maar dat viel wel mee. Ja. Ze wordt steeds volwassener ook. Dus. Stijgende lijn dus. Ja, zeker weten. Ja. Ja. Wat zijn de plannen verder voor deze? Ja, dat doe ik nooit. Ik plan echt van koers tot koers. Dus als er nou wat tegenvallen, dan moeten we gewoon wat anders verzinnen. En op het laatst nog een rijderwijziging. Was dat vanaf vandaag pas bekend? Nee, gisteren. Okay.
Dus. Maar ja, ik denk dat die andere ruiter nou wel spijt heeft dat hij niet heeft kunnen rijden. Ja, en ik ken deze jockey, heeft ook voor ons een keer in Duitsland gereden. Prima jongen nog, met erlaubnis nog, -5. Waar hij hier dan geen profijt van heeft, maar Luca Morfini. Hallo, shall we do it in English or in German? Or in Italian, I don't speak Italian. English. Okay. Was it your first start in Holland? Yeah. Yesterday, Fabian told me I can't ride, won't you? I say yes, and then I drive to this morning here. Well, it was not for nothing. Any more rides today? No. Okay, one ride, one seek, yeah. Is very good. Enjoy it. Yeah, thank you. Dames en heren, de uitslag van de Wattbaas Stud Farm Cup 3 is in totaliteit officieel. Koers werd gewonnen door de 6 Petrushka, de 5-jarige volksmerrie van Parador uit Blittersplonja. Gefokt door mevrouw Van Dijk, ook in haar bezit. Getraind door Diana Deurenberg en bereden door Luca Murfuni. Tweede geplaatst, nummer 7, Sivan O.A. Derde de 9, Mafus D.A. Vierde de 11, Nesma Kardabia. Vijfde de 1, Rona. 6, 7, 9, 11, 1. De ren werd gemakkelijk gewonnen in een tijd van 2 minuten 4, 18 seconden. Met een voorsprong van een halve lengte. Overige afstanden, anderhalve lengte en een halve lengte. We volgen, dames en heren, met de vierde koers, de Merrie Derby selectie 1. En in deze koers lopen alle paarden. Start over 12 minuten.